Ai, ai, ai. Welkom bij Lino's vlog nummer 2. We zitten in een Golf 8R. Dit is mijn eigen auto, Ford Fiesta. Laat die ledjes zien. Daar, daaronder. Wow. Ah, die ziet je niet in. We zijn onderweg om een Golf 8R op te halen. Wordt weer een super dikke vlog met mijn compagnons. Dus laten we checken. We zijn er. Deze auto knalt gewoon. Shit man, hoe ga ik dit doen? Hij heeft pops en bings. Hij gaat zo. Hij schiet gewoon. Hoog. Doe dan. Oké, nu niet. Ik zie jullie zo meteen. Oh, hoor je. Piepiem. Jullie zien het Golf 8R van buiten. Alweer van onze broeders FA Motors gekregen. Gaan we goed behandelen. Nog meer rijden, shots maken. Maar het is echt vuil, joh. Oh ja. Staat hier allemaal, joh. Kan toch niet? Kijk die binnenkant. Is wel echt een mooi interieur. Waar zijn mijn Golf 8R fan? Is mooi of niet? We gaan die cleanen, we gaan hem aanpakken en we gaan rijden. Die doet pops en bings op. Ja, zo. Jullie zien het, de 8R is helemaal klaar. We gaan er nu van genieten. Maar die is echt goed gecleaned. Kom even kijken naar de binnenkant. Ik noem me altijd Lino Magico, maar dat is gewoon clean. Oh. Cameraman. Look at the interior, bruv. Oh my days. We moeten hier wel snel weg. We moeten hier wel echt snel weg, want ik heb een bos achter en alles komt daar dan op. En dat is niet fijn. Besef, deze heeft Akrapovic uitlaat. Akrapovic. Die pops en bings. Zo gaan die. Dus we gaan hem nu rijden. Gezeik, baby. Ja. Ja. Zo is goed. Okay. Jongens, we hebben hier een beef. We hebben een live beef. McFresh. Ja, bro. Deze man is gek aan het doen hier. Oei. Moet ik mijn andere microfoon anders oppakken? Hey, je moet zo'n beef staan. Ja. Vecht. Bro, ten eerste die staat niet goed. Bro, laat zetten, maat. Jalo, die horen niet. We staan hier. Mooie uitzicht. Jij bent mijn mooiste uitzicht. Jullie zien het. Golf 8R van onze broeders FA Motors. Dit is de herfstvibe. Binnenkort kerstmis. Jullie zien het. FA. Wat vinden jullie van deze auto? Die heeft wel veel swirls daarin, joh. Kijk hem van achter, Accra. Akrapovic. Super mooi, hè? Iemand gezien op zijn gezicht en die beweegt niet meer. En die is stilletjes naar beneden gaan. Ik ga niet denken, die jongen misschien laatste kans. Moet die uithalen, anders, dat gaat niet. Ah! Ah! Brr. Mag dat op YouTube? Bro, mijn microfoon staat nog steeds aan, hè? Ah ja, doe die uit. Ja. Man, loop gewoon weg. Ja, zet die. Ja, zet, ik kan niet bukken! Ah, ja. Ik kan niet bukken! Krie! Oh, ik ben echt moe alvast. Het is pas 5:50. Ik ben al helemaal gesloopt, man. Ik ben echt moe. Maar we waren net live, we hadden 650 live kijkers opeens. 700 zelfs zo. 700? Ja. 700 kijkers. Oké, fijn. Top. En opeens de live stopt. Ik krijg een melding, ja, warning. If you go like this, the live is stop. Hè? En toen de live stopte. Dus mensen hebben ons gewoon gerapporteerd? Ik denk gewoon omdat we waren aan reden en... Daardoor is het gestopt. Ja. Ik denk het wel, toch? Ja, ik denk het ook. Dus ja, dat. Heel jammer. Maar weet je wat wij gaan doen? We gaan eten. Zelfs drive-thru zag ik filmen.
Ja, dat mag je doen. Tja, laten we McDonald's halen. Ik besef me net, dit is echt, echt een korte vlog. Ik ben echt een slechte vlogger. Maar we zijn aan het rijden. Dus dadelijk gaan we hem even opfrissen. Kom hier, Lan. Ik ga eens mijn... Ja, mijn stem is naar de tering. Kijk, wat vinden jullie van deze vibe? Oh, oh. Zien jullie mee? Nee, je zit gewoon zichtbaar, joh. Doe flashlight gewoon. Flashlight? Ja, kijk eens. Hoe? Betere belichting. Zijn gezellig aan het drijven. Wat zijn die plannen nog vandaag? Mijn plannen voor vandaag zijn nog... rijden. Ik ga de stuurverwarming aanzetten, wacht. En je moet duwen op dit. Oh, nu worden mijn handen lekker warm. Mijn plan. Die lekker warm. Ik heb de echte rustblik. Wacht, wacht. I'm sipping a tea. Tea of Sprite. I'm sipping a Sprite, mate. Natuurlijk, rode reetje in de auto. Kan niet missen. Wat is je code? Lino 10. Oh, marketing. Even goed ophangen. Tja. Ik moet een lus maken alweer. Kunt je niet, hè? Nee. Ga ik Nederlands spreken in de video's? Kan ik niet. Ja, ik ben mijn hele buurman zijn huis aan verlichten. Kijk, kijk, kijk. Pardon. Dadelijk denk die flashlight hier zwart team. Die lampen zijn wel fout, joh. Ja, 15.000 lumen. Nee, ik snap daar niks van. Het zal wel veel zijn. Ja. Zo, deze ODG gaat nergens. Denk ik toch. Mooi! Is het mooi of niet? Wat een hoofd die Chico is een ster dan bezig tegen de golf. Maar, nu is zuiver, hè? Ja. Ik was eigenlijk de auto aan het drogen nu net. Ik zei tegen Kree. Waarom zijn we eigenlijk de auto aan het drogen? Het regent. Dit is geen nut, kijk. Maar ja, de hele binnenkant is wel clean. Even snel kijken. Oei oei oei. Helemaal clean. Ja, ja, ja. Netjes. Kom. Nu gaan we ons hier even... Wat weet je, we gaan een mini toe. We zijn bijna aan het einde van de vlog. Ik heb die mensen eigenlijk echt nergens meegenomen vandaag. Ik heb jullie echt nergens meegenomen vandaag. Maar ja, wat was het? We hebben gedetailed. Moest echt snel, snel tempo. Om 10 uur waren we hier. Om 12:30 waren we al weg. 12:30 waren we al weg? 12:30 waren we weg. En toen hebben we een uurtje gewoon gereden. Zijn we naar Vizé gegaan. Maar ja, een visé was moeilijk, hè. De hele tijd rolling shots, dus... Regen en al, jong. Had ik ook mijn telefoon nodig. Is altijd wel leuk, hè. Zo'n dagje rijden. Maar ja. Was het het waard? Ja, tuurlijk. Eens altijd, altijd. Maar aan het einde van de dag denk ik van, ja, laat me met rust. Laat me met rust, man. Dus ja, was wel een leuke dag, ja. Fijne auto wel, dat wel. Maar, die kan zo, kijk, zo lijkt heel basic. Ik vind die remklauwen, die geven echt een mooie touch daaraan. Dat is het enige, maar wat als die remklauwen daar niet waren? Dat was heel droog. Ja? Want dat geeft zo die blauwe accentje en dat vind ik wel echt mooi. Hè. Ja, dus dat. Laat mij alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Kijk, ik ben geen vlogger, ik ben geen YouTuber, ik ben geen influencer. Ik ben geen influencer, zeg niks. Ik wil geen influencer zijn, ik ben gewoon een jongen.
Ik kan mezelf niet zien in zo'n positie van influencer zijn. Dan moet je breakups moet je online gooien. Ja, hallo. Relaties online gooien. Ik zeg niks. Ik doe niks. Kijk. Christian, hey. Hij kent me al sinds... Niet zo extreem lang, joh. Ik ken je al van die livestreams met die Juvet en je stomme kop. Oh. Deze man ging live op Twitch en dan was hij met en zijn vogeltjes. Deze man ook. En dat was met u. En YouTube heb je gedaan? In de vroege carrière? Iedereen heeft YouTube gedaan. Ik niet. Echt niet? Nee. Wel Twitch. Ja, Twitch. Gewoon puur voor iemand die zal laten zien dat ik speelde. Ja. Nee, maar ik ken u eigenlijk wel lang. Want kijk, ik sinds het tweede middelbaar, toen gingen we naar het derde. Sinds het derde middelbaar, dat is 2018 tot en met nu, hè, zijn we sowieso elke dag gaan praten. Buiten dat deze man een vriendin heeft en mij scot voor zijn meisje. Bullshit, nee. Ik heb het druk. Is zo. Ik heb het ook druk. Deze dag op school heb ik eigenlijk druk. En ik? Het is het eerste jaar dat ik eigenlijk voor school bezig ben. Jij zit ook druk bezig met auto's. Daarom, ik wil je ook een beetje tijd geven. Dat is oprecht zo. Ik wil je gewoon je tijd geven. Maar je hebt me recent nog gezegd, je hebt maar op 2 dagen dat je in de avond tijd hebt. Ongeveer zo. Ja, maar mijn schema is spelend. Ja. Ja. Hoe had je een microfoon was? Weet je wat dat is? Het is koud, joh. Gelijk op die ene GTA San Andreas Kerker. Ik weet niet wat je bedoelt, joh. Je hebt een petje, een rider. Ga je niet. Je hebt Big Smoke? Ja. Yeah. Ah, ja. Die is zo altijd om te zeggen. Dat is een groene dingetje. Die hebben allemaal een groene handen, bro. Ja. Ik weet niet, met zijn kip. Die wil een kip. Nee, ik wel. Nu wil ik gewoon liggen. Ik wil echt een massage hebben. Ik heb echt een rugmassage nodig. Nee, echt gewoon een rugmassage. Je moet naar een kinesist gaan, of een, ja. Nee, echt zo. Ik zou dat zo echt deugd doen voor jou. Ja. Ik ben kapot. Maar ja. Ja, training. Mensen gunnen u dat niet. Mensen zijn jaloers op uw fame. Luister. Op fame. Als je op mij haat, of je kijkt nu en je denkt, oh, ik wil ook wat die jongen heeft, kijk hè. Ik ben een heel neutrale, rustige jongen. Ik doe helemaal niet stoer met dingen. Want ik kom ook van niks. Ja, van niks is zoveel gezegd, maar dit is niet uit de lucht gevallen allemaal. En dat is niets speciaals, vind ik. Ik zie dat niet als, wow, kijk wat ik heb, kijk wat ik kan, en jij niet. Ik weet dat dat een achievement is, een accomplishment, maar iedereen kan dat in mijn ogen. Je hebt dedicatie nodig en hard werken. Discipline. Dat is echt wat heel veel mensen krijgen. Dedicatie. Dedicatie. Ah, dedication, ja. Oh, is je wel lachen voor je. Hoe die irritant stemmetje heb je, buitenlandertje. Kerel kan amper praten. Mensen, ik heb 10.000 keer in video's gezegd dat je dat doet om je accent duidelijker te maken. En nog zijn mensen daar takers zich halen met gooien. Tim Bialoos. We gaan de vlog afsluiten. Mijn zusje.